Welkom bij aflevering 4 van Hanniche. Nou, die wedstrijd van vrijdag was niet geweldig. Die lampen uit Eindhoven, die waren best gevaarlijk. We kwamen goed weg. Wij hadden de mistlampen aan, maar je zag niet veel in de wedstrijd. Maar twee keer groot licht van Arnold Groeneveld werd onze spits, Sven ten Brake, twee keer geflitst. Bam, €180 en 3 punten. 2-1, het biertje smaakte goed. Die scheidsrechter Lindworm, die floot niet slecht. Die was niet tegen ons. Favoriete speler vond ik toch wel die Sven Brake. Na aangeven van die balletjes van Arnold Groeneveld. We moeten vrijdag in een bos voetballen. Dat is raar. Ja, ik kom bijna nooit in een bos. Ja, vroeger met de kinderen. Beukennootjes zoeken. En pannenkoeken eten op de Duvelsberg. Ik nam dan meestal een bossenbol. Zo'n brune bol met slag om erin. Scheidsrechter Jochem Woonwagen Kampuus. Voorspelling. Vrijdag winnen wij daar in een bos met 0-4. En we vreten ze op, die bossenbollen. Misschien moet onze spits, Sven, als hij de vierde kool heeft gemaakt, wel braken. Wat zal die overwinning lekker smaken. Ik heb al een deus bossenbollen besteld. Oh, ze werden net bezorgd. Het liep overtoom wel. Maar goed dat ik zo'n grote moeder heb. De kinderen kregen een pannenkoek met stroop. Met een oude frit nog een lekkere bossenbollen op. Na de wedstrijd hebben we een feest gehad bij de schub. Dat was hartstikke leuk. Alleen moest je er met de roeiboot naartoe. Ja, water. Na alle talenten die we hebben gehad al tot heden, hebben we weer een nieuwe erbij. Dani Teunissen. Alleen de naam Daniel, dat zegt alweer genoeg. Ja, hou je en tot volgende keer.